word je een goede radio-dj? Giel van 3FM heeft het antwoord. Waarom drinken we vooral koemelk? Mm. En hoe wordt een hond getraind om een kudde schapen bij elkaar te houden? Je kijkt naar Willem Wever! Nou, denk je dat hij er zin in heeft zo vroeg 's morgens? Jawel. Het is gewoon rete vroeg, 4:15 's morgens. Ja. En dat allemaal dankzij jouw vraag. Ja. Hij is wel gaaf, hè? Ja. Dit is Thomas. Hij is 12, komt uit Bergen-op-Zoom, zit op volleybal, houdt van dancemuziek, maar het allerleukst vindt hij radio maken op zijn eigen station. We staan hier heel vrolijk met een heel lekker ontbijtje. En het heeft allemaal te maken met jouw vraag, want wat wil jij graag weten? Hoe word je een goede radio-dj en hoe krijg je meer luisteraars? Spannend. Je hebt zelf ook een beetje zo'n soort radiostem. Ja, weet je wel. Ja, want je maakt ook radio, toch? Ja. Wat heb je voor programma? Nou, ik heb zelf een eigen internetradiostation. Hartstikke goed. Oh, wacht even, daar komt iemand aan. Goedemorgen, Giel. Goedemorgen. Zo, dit is Thomas. Thomas, jongen, goed je te zien. Kijk eens, ja, mooi, we moeten opschieten, of ja, niet? Ja, we zijn een beetje laat. Ja, ik ben altijd net iets te laat. Goedemorgen, iedereen. Hopelijk hebben jullie vandaag fijn. Giel. Oh. Nachtdieren, dagdieren. We komen op tv vandaag. Man. In de studio hebben we Thomas. Thomas die wil heel graag bij de radio. Of eigenlijk zit je al bij de radio, Thomas, toch? Ja, ik heb mijn eigen radiostation. Ja. Dit is de voor. Hoe heet je eigen radiostation? Wat is de naam? Radio Tobo. Radio Tobo. Ja. Radio Tobo. Oké. Okay. Ik zal eventjes gewoon ook voor jou. En omdat we nu ook eigenlijk een soort samenwerkingsverband zijn aangegaan tussen Radio Tobo en 3FM. En moet ik natuurlijk ook wel wat tunes van Radio Tobo eventjes ter plekke maken. Een soort slogan of zo, of niet? Nou, ik gebruik meestal wel de zin van hits tot klassiekers. Van hits tot klassiekers, dat is een goeie zeg. Oké. Okay. Ondertussen ben ik even iemand aan het bellen, maar iedereen ligt te slapen. Ja, zo! Daar neemt toch iemand om met kukkeleku zeg. Op het laatste. Wat valt je nu al op? Hij regelt ook nog van alles met de buitenkant van de studio. Ja. En hij is altijd wel ergens mee bezig. De flitsmeesteres. Ja, één melding. Op de okay. N265 in beide richtingen bij Oud-Karspel bij hectometerpaal 25.1. Dit is wel iets wat jij kan bijdragen eigenlijk aan dit programma, Thomas. Zou jij de flitsmeester willen zijn? Ja hoor, ja? Vind ik leuk om te doen. Okay. Nou, dan horen we straks nog flitsender de flitsers. Oh, dank je. Flitsmeester. Hoe lees jij de flitsmeesters voor? Nou, ik krijg een mailtje, dat krijg ik doorgestuurd van Giel. En daar staan alle meldingen in. En er was er nu maar één. En dan lees je, nou, op de N265 in beide richtingen. Bij Oude Karspel, bij hectometerpaal 25.1. Nou, zo dadelijk de spanning is om te snijden hier. Thomas van Willem Wever, die gaat de flitsers doen. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Oké, we hebben nog één. Happy Tuesday, de dinsdag. Hoor ik mezelf dan? Ja, een beetje. Jij bent van Willem Wever en jij wil graag DJ worden. Nou, dan begin je als ware flitsmeister. Waar wordt er geflitst? Op de weg N245 in de beide richtingen bij Oud Karspel bij hectometerpaaltje 25,1. Oké. Okay. Goed gedaan. Druk erin op de weg. Tenminste, dat is de vraag. Mag jij je plaatjes zelf kiezen die je draait? Ja, ik mag dat. Hè. Dat is wel echt uniek. Dat heb ik, ja, ik ben een paar keer ontslagen. Allemaal gedoe allemaal. En toen heb ik elke keer dat ik terugkwam met 3FM, heb ik wel ja, van tevoren een beetje mijn eisen klinkt een beetje. Maar dan zei ik wel van ja, als ik programma wil maken, dan vind ik het wel belangrijk dat ik mag kiezen wat ik draai. En als je houdt van elektronische dancemuziek, dan heb ik goed nieuws, want wij hebben tickets voor het Pitch Festival. 2 paspoortjes gaan we weggeven met een spel dat Thomas van Willem Wever heeft bedacht. Kan je het in één zin uitleggen? Goede spelletjes kan je in één zin uitleggen. Nou, jullie krijgen zo meteen een geluidsfragment te horen en dan is het aan jullie de vraag, wat horen jullie hier? Ah, nou dat is een zeer overzichtelijk spel inderdaad, ja. Het wordt normaal gesproken ook gespeeld namelijk op Radio Tobo. Heb ik het goed? Ja. Radio Tobo, de hits en de klassiekers. Het spel komt er zo aan. Oké, jullie mogen het geluidje gaan raden wat zo meteen door Giel wordt afgespeeld. Giel, zet hem maar aan. Dat was hem. Ja, weten jullie welk geluidje dit was? Dan mogen jullie een sms sturen naar 4x3. En dan krijgen wij het hier binnen. En wie weet win je wel die tickets. Ja, ik vind het een leuk spelletje, hoor. Iemand zegt een koekoek. Ja.
Giel, wat doe jij als jij naar de wc moet? Ja, als je, als je moet, dan moet je. Ik kan het heel snel, dat heb ik wel geleerd in de loop van de jaren. Ik kan het binnen een minuut. Jij hebt nog 2 minuten. Ja. Kom, rennen, rennen. Hier staat ze. Thomas, opschieten. De platen zijn afgelopen. Yes! Ja hoor, ook bijna in een minuut hoor. Nog 40 seconden. Hoek dicht, ook nog. Ja. Heeft het spel eigenlijk ook een naam, Thomas? Nou, ik gebruik bij mijn radiostation meestal wie, wat, welke plek, omdat het 3 dingen kunnen zijn. Wie, wat, welke plek? Ja. Met wie spreek ik? Hoi, met Elke. Hey Elke, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit in de auto op weg naar je werk? Ja, klopt. Wat is dit volgens jou? Volgens mij is het een foto maken met een Polaroid-camera. Nee. Nee. Nee, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Nee, ja, dat is jammer zeg. Ja? Ara, je spreekt met Giel van de radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Ontbijten met de kinderen. Oh, oké. Okay. Ik schakel je even door aan Thomas. Thomas is de quizmaster en die neemt het over. Thomas, doe je ding. Hallo Ara, wat was jouw antwoord? De lens die uitgaat van de fotocamera. De lens die uitgaat van de fotocamera. Thomas, helemaal allemaal. Rekenen wij dat goed? Ja! Ja! Oké! Okay. Dan heb je 2 tickets voor het Pitch Festival. Kan je even laten horen hoe blij je bent, Anada? Ja! Gefeliciteerd, fijne dag en goedemorgen. Dankjewel. Giel, de ochtendshow. Kijk, als DJ is dat natuurlijk heel belangrijk, dat je wel een beetje verstand hebt van muziek. Maar het is lang niet zo dat iedereen precies weet wanneer er gezongen wordt. En dat is natuurlijk wat een DJ vaak doet. Die gaat praten totdat er gezongen wordt. En nou heb ik hier eigenlijk de tip hoe dat komt, dat het altijd zo goed uitkomt. We hebben gewoon hier een klokje dat aftelt. Oh. Dus ik ben ervan overtuigd dat op deze manier kan jij ook heel makkelijk plaat aankondigen. 13 seconden. En in die 13 seconden kan je dan makkelijk zeggen van... hier is Milky Chance met Stolen Dance. Dat is het nummer. Ben je klaar voor? Ja hoor. Oké. Ik zet je koptelefoon op. Zo. Ja, je weet als je hier op start drukt, dan begint hij. Ja. En dan heb je nog 13 seconden. Oké. Ja, ik ben Thomas en dit is 3FM. Dit is Milky Chance met Stolen Dance. Nee. Je hebt nog tijd. Eens even kijken. Nee, je kan zeggen, het zonnetje schijnt lekker buiten. Ja. Dat is dan natuurlijk een goeie. En dan moet je misschien gewoon wat langzamer praten. Ja. Hallo, ik ben Thomas en dit is 3FM. Dit is Milky Chance met Stolen Dance. Luister jij ook? Vraag je liedje aan via de app of stuur een sms naar 4x3. Stop. Bam! 3FM. Giel, de ochtendshow. Op Rijvlek luisteren, ja. Straks hier met Michiel, met Paul. Je vriend heeft even geen tijd. Poepoe, dit was het. Leuk, toch? De 4 uur zijn voorbij gevlogen. Ik hoop dat je wat geleerd hebt. Ja, ik kan maar 1 ding zeggen en dat is gewoon blijven doen. Blijf gewoon radio maken. Ik hoop je heel graag hier een keer als collega te mogen ontvangen. Hoppatee. Thanks. Hartstikke bedankt. Oh, kijk eens. Oh, dit was het is echt gewoon licht. Ja. Gaaf, hè, was het? Ja, was echt leuk. Veel aan gehad? Ja, tips en tricks. Ik ga er wel mee doen straks. Hoi, ik ben Mathilde en ik ben 10 jaar. Ik vroeg me af waarom wij vooral melk van koeien drinken. Mathilde, super vraag. Want koeien zijn toevallig de lievelingsdieren. Mathilde is ook een hele mooie naam trouwens. De koningin van België heet Mathilde. De koe, fantastisch dier. Maakt inderdaad melk, maar dat doen alle zoogdieren voor hun kindjes. Waarschijnlijk ben jij ook groot geworden op moedersmelk. In je aan de borst als kleine baby. Want die borsten dat zijn eigenlijk melkfabriekjes. En van die melk kan je groeien, word je sterk van. Er zitten goede stoffen in, vitamintjes. Kamelen, konijnen, varkens, ze geven allemaal melk, want het zijn zoogdieren. En toch, in de supermarkt drinken we helemaal geen kamelenmelk of apenmelk. Of melk van vrouwen met hele dikke borsten. Nee, we drinken vooral koeienmelk. Dat is een beetje raar, want we zijn zelf helemaal geen koeien. We drinken melk van een ander dier. Dat is best wel gek, we zijn de enige dieren die dat doen. En we drinken ook melk, ook al zijn we geen baby meer. Ook dat is raar. Ik ben benieuwd wat de koeien daarvan vinden.
Maakt niet uit, denk deze. Ik geef je lik op stuk. Jij mijn melk. Ik je vinger. En dan een hele hand. Ja, ja, zo kan je wel. Braaf, Bella. Braaf. En hier komt de melk. Vers en lekker warm uit de koe. Ik knijp hier in de spenen. Dat zijn deze dingen. Die hangen vast aan de uier waar de melk in zit. Een koe moet wel eerst een kalfje krijgen om die melk te kunnen geven. Ah ja, want die melk is eigenlijk bedoeld voor het kalfje. Dus zonder kalfjes geen melk. Dat is de natuur. De melktest. Ik heb hier drie verschillende soorten melk. Ik weet niet welke melk in welk glas zit, maar ik ga het u toch vertellen. Simpelweg door te proeven. Glas 1. Ruik naar geit. Ruik maar eens. Een sterke geur. Is geen koeienmelk, maar geitenmelk. Heel erg gezond. En dan hebben we hier iets geler van kleuren. 100 miljoen % zeker sojamelk. Afkomstig van het sojadieren dat leeft heel ver weg in Azië. En gedraagt zich als een boom. Want eigenlijk is het helemaal geen dier, maar een boom. Een sojaboom. En sojamelk is goed voor mensen die allergisch zijn aan koeienmelk. Die bestaan. Krijgen buikpijn, hoofdpijn of diarree. En die drinken veel beter sojamelk. Heeft een heel andere geur en smaak. Het laatste glas. De koeien kijken in spanning. Ze voelen hem komen en ik ook. Merci. Goed gedaan. Maar een koe geeft natuurlijk veel meer dan 1 glas melk per dag. Tot wel 30 liter. En dat is de reden waarom wij vooral koeienmelk drinken. Omdat koeien heel veel melk kunnen geven, dat er heel veel mensen zijn die dat heel erg lekker vinden. Dus de koe lost dat even op. En eerlijk gezegd, ik vind koeienmelk ook wel lekker, maar ik hou toch nog veel meer van chocolademelk. Ja, dus. Rosa vraagt zich af. Kan je blaasknap van als je heel nodig moet plassen? Het is je vast wel eens overkomen. Je zit in de auto en hebt voor vertrek iets te veel cola gedronken. Het onvermijdelijke gevolg, je moet ontzettend plassen. De eerste benzinepomp met wc is nog kilometers weg en dus moet je je plas nog even ophouden. Het voelt alsof je blaas te klein is om alle plas binnen te houden. Je staat op knappen. Lange tijd werd gedacht dat je blaas ook echt kon knappen. Zo zou de Deen Tycho Brahe in 1601 aan een geknapte blaas overleden zijn. De man was zo beleefd dat hij tijdens een etentje niet naar de wc durfde. Waardoor zijn blaas uit elkaar spatte en Brahe overleed. De dood van Brahe hield wetenschappers jarenlang bezig. In 2010 wilde men echt weten hoe het zat en werd zijn lichaam opgegraven. Toen ontdekte men dat zijn blaas helemaal niet geknapt was. Hij was waarschijnlijk vergiftigd. Sindsdien weten we dat je blaas niet kan knappen. Als je het echt niet meer kan houden, dan verlaat de urine je lichaam op de normale manier. Het maakt voor je lijf dan niet meer uit of er een wc in de buurt is of niet. De plas moet eruit. Het is niet zo gezond om vaak je plas op te houden, omdat je blaas hiervan kan oprekken. Hierdoor kan het lastig worden om je blaas helemaal leeg te plassen. Het is dus belangrijk dat je zo snel mogelijk naar de wc gaat als je moet. Behalve als je naar Willem Wever zit te kijken natuurlijk. Vond jij deze animatie ook leuk? Ga dan naar de website, want daar staan er nog veel meer. Dit is Sanne. Ze is 10 jaar en woont in Alkmaar. Sanne speelt viool, houdt van mountainbiken, ze zit op scouting en is gek op alle dieren. Opstaan!
gezellig. Sanne, dit werkt niet. Ja. Maar je vraag heeft hier wel mee te maken, hè? Hoe train ik een hond om een kudde schapen bij elkaar te houden? Wat gaat hij nu doen? Hij is nu de schapen op aan het halen, anders moeten we er zelf helemaal naartoe lopen. He, dus hij zorgt dat de schapen hier naartoe komen. En dat doet hij met een outrun. Hij loopt er wijd omheen, zodat ze hem niet in de gaten hebben. En op het moment dat ze hem zien, en dat zie je nu eigenlijk, dan gaan ze voor hem lopen. En eigenlijk brengt hij ze gewoon rustig hier naartoe nu. Hoe weet hij nou wat hij moet doen? Stuk training en heel veel aangeboren werk eigenlijk. Dus eigenlijk is dat wolvengedrag. Er is een groepje wolven wat de prooi opjaagt en er ligt er eentje in een hinderlaag om het wild te vangen. Hij gaat gewoon rustig staan van, nou, als je nog iets meer wil, dan moet je het maar vragen. Nu hou ik ze eventjes hier. Punt. Dat is hij dus helemaal gewend. Wauw. Cool. Wat is eigenlijk de functie van de schapen? Op de hei. Nou, weet je wat het is? Als hier geen schapen zouden lopen op die hei, dan zou dit één groot bos worden. Dus? Die hei die wordt helemaal verstikt door al dat gras. Ja. En af en toe staan er ook wel kleine boompjes. En dat vreten die schapen lekker op. En ze snoeien ook de hei. Maar die schapen op de hei, dat is dus eigenlijk ten goede van de hei en niet per se van de schapen. Nee, inderdaad. Dat klopt. Dus je doet de hei er een gunst mee? Ja. En de schapen hebben honger. Dus het is eigenlijk twee vliegen in één klap. Dit is Ties, een border collie. Dit hondenras is super geschikt om een kudde schapen bij elkaar te houden. Toon gebruikt een fluitje om Ties te sturen. Maar Sanne en Eshwet moeten eerst de commando's leren. Rechtsom is away. Linksom is come by. En naar je toe komen lopen of van je aflopen is walk on. Walk on. Ja. Als je nou dadelijk gewoon 20 meter naar voren loopt. En dan zeg je Ties away. En dan gaan we kijken wat hij doet. Ga jij het zeggen? Ja. Wel een beetje een gekke accent, hè? Oei. Ja, een beetje dat... Oei. Oei. Oké, ja. Ties, oei. Oké, nog één keer dan. Ties, oei. Toon, we wilden even overleggen. Ja. Sanne en ik. Overleg maar. Dit heeft niet echt zin. Nee, dat werkt niet. Nee. Sanne heeft nog niet het vertrouwen van Ties gewonnen. Want daar draait het allemaal om. Vertrouwen. Eens kijken of het wel lukt met Queenie. Ga maar eventjes een band opbouwen met Queenie, toch? Queenie. Ja. Hallo, meis. Hallo. Kom eens. Hey, kijk eens. Nou, deze dame moet eventjes even de naals knippen. Moet ze op de rug gaan liggen? Ja, het handigste is even op de kont. Nou, dat doen we zo. Dan draai je haar hoofdje. Dan pak je de achterbeen en dan draai je er zo op. En dan zit ze op de kont. Dan knip je zo die randjes die eruit steken. Die knip je eraf. Ben je er klaar voor? Nou... Vind je het zielig? Nee, maar... Het is niet zielig. Oh, ik ben zo bang dat ik erin knip. Harde hoefjes hebben ze. Wauw. Goed bezig, joh. Hé, hey Sanne, je hoeft er nog maar 299. Ze moeten ze allemaal doen, toch? En dan keer 4, hè? En dan een keer 4 voetjes, ja. Oh ja. Sanne, nu loop je alleen met Queenie naar voren, een meter of 20. En dan zeg je, oh wee. En dan knip er los en dan stuur je er weg. Oké. Okay. We gaan kijken gewoon of het lukt. Oké. Okay. Yeah? Oh wee. Oh wee. Hij luistert niet naar haar. Nee, ik had gehoopt dat hij het wel deed, maar het is te kort voor haar. Queenie vind je heel leuk, maar werken gaat nog net een stapje te ver. Zijn de schapen ook bang voor Moos? Nee, ze hebben respect voor Moos. Ze zijn niet bang, anders zouden ze niet rustig eten nu hij hier zo vrij loopt. Oh ja. Als ze bang zouden zijn, dan zouden ze op een kluitje staan. En proberen dus niet gepakt te worden of juist heel hard wegrennen. Maar ze eten gewoon rustig. Ze weten alleen van als Moos eraan komt,
moeten we wel even luisteren naar wat hij wil. We moeten wel uit de weg voor hem. Want hij kan best een keer een hapje in de wol nemen. Maar echt bang zijn ze niet. Okay. Koos, kom! Ja, pst. We pakken daar een jonge hond, Joe. En Joe heb ik pas 2 weken. Dus die is nog niet zo gewend om met mij te werken. En misschien wil die wel met jou gaan werken. Joe is 10 maanden oud en wil niets liever dan de schapen bij elkaar brengen. Ik ben benieuwd of hij wel naar Sanne luistert. Oh, hoi. Hey, hey, hij werkt wel in ieder geval. Joe, kom bij. Kom bij. Goed, nou doet het. Zie je? Kom bij. Daar gaat hij. Zie je? En walk on. Walk on. Walk on. En vraag me of hij gaat liggen. Lie down. Hoe ging het? Hartstikke spannend voor Sanne. Ja. Want ze moest en op de schapen letten, en op de hond letten, en op mij letten. Dus dat was hartstikke moeilijk. De schapen zijn voor vandaag klaar op de hei en moeten terug naar hun stal. Dan mogen ze hier even lekker rondhuppelen. Dan gaan wij even het voer klaarmaken. In deze bakken krijgen ze straks biks, dus we willen wel een beetje een schoon bord voor ze hebben. Zijn dit allemaal schapenkeutels? Allemaal schapenkeutels. Ja. Die geven ze gewoon veel te veel eten. Wow. Wij poepen toch ook als je hebt. Ja, maar ik weet niet met jou hoor, maar ik poep niet zoveel. Ja, maar het zijn ook veel meer schapen. Poep jij zoveel? Je hebt nog heel veel drollen te gaan, ja, dus als nu jij doorgaan. De voerbakken maar doet. Jij moet de voerbakken. That's it? Alleen de voerbakken? Ja. Nee. Nu heb ik poep aan mijn broek. Hé jongens, mag wel iets sneller hè, kom op. Je hoort die schapen toch mekkeren? Tam, 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 tam. Wow, ze stormen allemaal op de bakken af. Zo, alle schapen zijn veilig thuis. We hebben het super gedaan. Goed gedaan, Sanne. Heel goed gedaan. Ik snap wel dat mijn hond hartstikke moe is als hij zo heeft moeten rennen. Hallo, ik ben Reyes. En wat ik nou eigenlijk wel wil weten, hoe ziet in de toekomst de klas er eigenlijk uit? Goeie vraag, Reyes. Ik hoef jou natuurlijk niet te vertellen hoe een klas er van binnen uitziet. Je zit zelf op school. Maar toch, door de tijd heen verandert een klas wel heel erg van binnen. Vroeger, toen zag een klaslokaal er heel anders uit. Lezen leerde je vroeger in de klas met een leesplankje. En de eerste woorden die je dan leerde waren aap, noot, mies. Rekenen, het ging met zo'n ding. Telraam of abacus, daar kon je dan op tellen, maar dan ook, ja, hoe dat precies werkt, weet ik niet, maar rekenen. En schrijven, het ging niet met een balpen, want die bestonden nog niet. Nee, dat deden ze toen met zo'n soort pen. Er zit ook geen inkt in, het zat in een los potje. Dan moest je pen indopen en dan schrijven. Dat is best lastig nog. De klas van nu is al een stuk moderner. Waarschijnlijk heb jij in de klas al wel een digibord waar je juf of meester helemaal op los kan gaan. Zo kun je bijvoorbeeld naar je favoriete website gaan om filmpjes te bekijken. Of dit doen. Probeer dat maar eens met een krijtje en een schoolbord. Waar gaat dit naartoe? Wat staat de leerling van de toekomst te wachten? Waarschijnlijk zit jij nu in de klas nog aan gewoon dit soort tafels. Maar in de toekomst staan er dit soort digitale tafels in de klas. Eigenlijk een soort hele grote tablets. Als je deze tafel hebt, heb je helemaal geen boeken meer nodig. Je kunt er filmpjes op bekijken, spelletjes op spelen. Daar kun je heel erg veel van leren. Zelfs rekenen wordt cool met dit ding. En dan moet je een spelletje spelen. Henry, wil jij met mij even een potje racen? Ja, zeker. Leuk. Racen? Ja, zeker. Geweldig. Wat gaan we precies doen? We gaan tafels oefenen met een race game. Er komen allemaal auto's, dat zijn de antwoorden. Die moet je dan in de parkeervakken van de tafels rijden. Bijvoorbeeld 5 keer 2, dat is 10. Dus 6, dat is 3 keer 2. Die parkeren we dan in, ik zeg dat, 12. 6 keer 2 is 12. En degene die fit is van mij. Nee, die is van mij. Degene die als eerste klaar is, die heeft gewonnen. Zo simpel is het eigenlijk. De acht. Yes, gewonnen. In de toekomst wordt school op deze manier wel leuk. Heb jij ook een echte Willem Wever-vraag? Ga dan naar de site. Later! Dan heb ik poep aan mijn broek.